krijgen berichten in onze inbox dat ze dus bij de Big Bazaar categorie 1 van de Aldi hebben. Hoe bizar is dat? Dus wij gaan er gelijk naartoe natuurlijk. En ik ben super benieuwd of dat ook klopt. Ik moet zeggen jongens, ik moest zo last minute naar deze Big Bazaar toe. Dat ik gewoon met een oude camera film. Dus ik hoop niet dat jullie het mij kwalijk nemen. Dit is een iets andere kwaliteit. Maar we gaan zo binnen even kijken hoe of wat. Ze schijnen luchthuilers te hebben. Ze schijnen knetterballen XXL te hebben. Die tomaatjes, weet je. Ze schijnen normale knetterballen te hebben. Dus ik ben enorm benieuwd wat ze daar hebben. En dan gaan we natuurlijk ook even een tasje scoren. En desnoods gaan we ook gelijk stoken. Wat wil jij? Ik vind het goed. Ja toch? Ik gelijk even goed. Stoken? Yes. Ik heb als het goed is wel een aansteker bij me. Of heb jij er ook eentje bij? Anders moeten we er ook even eentje kopen, man. Ja, denk ik. Ja, fuck it. We gaan nu naar binnen. Let's go. Kijk, vuurwerk van de Aldi. Dat moet je zien, man. Kom maar even aan. Knetterballen, 60 stuks, 2 euro. Toch of niet? Of zijn dat ze niet? Volgens mij wel, man. Heel bizar. En hier heb je ook. Die knetterballen XXL. We gaan ze natuurlijk meenemen, maar hoe bizar is het dat je gewoon nu bij de Big Bazaar gewoon vuurwerk van de Aldi hebt? Ja. Ik snap het echt niet. Ik ook niet. Hier heb je, even kijken, deze zijn ook nieuw. En deze ook. En weet je wat er gewoon is gebeurd? Ze hebben gewoon geconnect met Leslie, kijk maar. En dit is ook Leslie allemaal natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Kijk, die Rambo's waren gewoon op, weet je. Die Rambo's kon Leslie niet meer leveren en toen hadden ze die Aldi shit geleverd. Dat is het gewoon, man. Nou, we gaan sowieso over het inslaan. Maar ik vind het bizar dat je gewoon hier hebt, man. Serieus? Ja, man. Kijk dit. Bij de Big Bazaar gewoon. Ik had het ook echt niet verwacht. Nee. Ik zou zeggen inslaan. Knetterballen XXL. En zoals je kan zien, je ziet hier het etiket van de Big Bazaar. Nou, we gaan zeker deze nemen. Ik zou deze maar apart. We gaan deze nemen. Want ik ben benieuwd of dit diegene zijn met die dingetjes erin. Ik zie hier trouwens al. Kijk. Zie je? Ze zijn met dat plastic erin, man. Dat is wel minder, maar goed. Hou jij maar bij je. Dan kan jij het ook betalen zo. SO naar Pyromaster sowieso. In de building. Knetterkegels. Ook een pakje van? Ja? Deze ook. Wat is dit eigenlijk? Die heb ik nog nooit gehad, man. Vegas Vulcano's. Ook Leslie? Tuurlijk. Kijk, ook van Leslie. Maar goed, ze hebben gewoon een deel opgekocht van Leslie. Leek het op. Wat is dit dan? Huh? Kakkoen. Nou, dat is een euro, man. Die nemen we ook mee. Ja? Ja, toch? Dus we gaan gelijk even jullie laten zien wat we hebben gehaald. Ik had al gezegd ongeveer wat we zouden halen. Pakje luchthuilers van Leslie. Die was 1,65 euro. Waar krijg je die voor die prijs? Echt nergens, man. Want normaal gesproken vragen ze hier echt een eurotje of... Wat is het? 3,50 of zo voor? Ja, zoiets. Hier zo. Deze heb je dan niet van de Aldi. Maar wilden we er wel bij hebben. Vegas Vulcano. Zit er een paar in. Ik ben benieuwd wat het doet. Knetterkegels van Leslie. Nou ja, deze heb je ook niet bij de Aldi. Maar deze dingen wel. Knetterballen. Zitten er 60 van in. Dus we moeten even doorstoken, man. En hier de cherry tomaten van de Aldi. Die gaan we zo meteen ook even op ons brood smeren. Oh, wacht even. Ik vergeet bijna die koe, joh. Kijk dan. Kakoe heet die. Nou, ik ben benieuwd wat die doet. Allereerst doen we de kakoe. Ja, toch? Yes. Wil jij hem aansteken? Heb je aansteken? Ja, man. Hier zo. Zo, die zit helemaal vastgeplakt, man. Ja, moet je hem gewoon zo neergooien, maar hier zo voor. Zal wel weinig doen, man. Ja, ik weet niet wat ik... Het is gewoon een vlammetje alleen. Ook ik dat eruit kom. Huh? Oh. Huh? Wat? Gadverdamme, joh. Oh, hij poept. Wat is dat dan, joh? Die heb ik nog nooit gehad, man. Ik heb er ook nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Nou, nah, dit is ziek. Die is echt ziek. Maar goed, daar komen we natuurlijk niet voor. Nee. We komen wel voor de knetterballen.
En de knetterkegels van de Aldi. Dus die stoken we ook gelijk even op. Plassen. Yo, ja toch met jou? Zijn we even aan het stoken? Ja man. Doen jullie mee? Kijk. Dit zijn ze dus van de Aldi, hè? Gewoon even een stooksessie zetten hier. En daaronder hebben we straks ook de luchthuilers. Die doen we ook even. Ja, toch? Echt exact. Die was exact achter die paal. Kijk. De oude vertrouwde. Ik weet nog als je daar op stampt dat die gewoon knalt, hè? Oh, twee aan elkaar. Nou, allebei gillen tegelijk. Ja, echt mooi hè? Ja. Prachtig. Ja, daar moeten we zo even dadelijk een heksgingetje van maken. Ik denk dat het wel mooi is. Zullen we die vulkaan doen? Ja toch? Doe maar. Oh ja, hier, vulkaan toch? Dit is niet die knetterkegel. Nee, dat zijn die andere man. Oké, okay, nou ja, doe maar, zet maar aan man. Yes. Oh, dat is één. Dit doet niet veel, hè? Deze knet is wel hard, hoor. Ja? Ik heb deze vol. Kijk, daar gaan we wel afstand mee. Kijk nou. Wegwezen. Hey, Leslie kat 1 is toch wel ziek, hè? Zeker, man. Oké, okay, knetterkegel. Het is wel heavy hoor. Maar geef mij maar knetterlinten, man. Ja, inderdaad. Je weet toch? Oké, okay, misschien kunnen we even een hekskringetje maken van deze jonge heren. Yes. Dit zijn een aantal tegelijk. En ze kunnen dus meerdere kanten opschieten. Hé, hey, ze blijven best liggen hoor. Vroeger schoten ze alle kanten op. Heel het bakje in de fik zetten. Maar 60 voor 2 euro, hè? Ja, dat geld, man. Mooi. Bij Aldi was het 3 euro, toch? Mooi. Pyromaster laat ook even de knetterballen XXL zien. Dat zijn die rode die ik altijd de tomaatjes noem. Ja. Dus ja, die kennen we ook even doen. Cherry tomaatjes. Wat was eigenlijk bij deze? Is dat nog die oude of is dat die nieuwe? Had je al gecheckt? Nee, man. Volgens mij... Ja, jammer. Ja, hè? Dat is kut, ja. En wegbleuren. Hé, hey, vallen mee, man. Misschien ben ik de Belgische gewend. Oh. Ik kleur het gelijk even een... Een knetterfonteintje. Is dat? Het stookt nooit overdag, hè? In de avond. Yes. Hoe laat is het eigenlijk? Niet dat we mensen wakker maken of zo. Het is bijna... Zeg maar af. Net de ballen XXL in de building. Flitserland, hij is leeg. Oké, okay, nou ja, dit is het paard tegelijk, jongens. Yes? Ben benieuwd. Ja, niet, is alles af? Ja, hè? Alles af, man. Alles. Nee, eentje niet. Wegwezen. Daar gaan we. Twee tegelijk om het af te leren.
Ik vind ze best goed, man. Aanstaande zaterdag begint Stoken In weer. We zijn dit keer in Den Haag bij het skatepark. Dus als ik jullie was en jullie kunnen erbij zijn, wees er allemaal bij. Het wordt één groot spektakel zoals ieder jaar natuurlijk. En dit is aflevering 1, dus ik ben benieuwd hoe het hier in de regio zal zijn. Den Haag is wel dichtbij, maar jullie hebben ervoor gekozen via Instagram. Dus willen jullie meer weten over Stoken In, volg even @priorityteamdelft op Instagram. Jongens. Ja? Het is koud. Ja, dan moet je even bewegen, man. Ja, stook jij weer even een paar. Zoveel hebben we ook niet meer, hè. Maar ik heb nog nooit zo weinig geld uitgegeven aan kat 1 dan deze keer. Dit was bij elkaar iets van... tientje of zo. 8 euro of zo, man. Ja. 8 euro. Je kon hem gewoon vasthouden, ik deed het goed. Ja, maar het is niet veilig. Wegwezen. Ik heb hem niet in de lucht gooien. Nou, hij gaat dan starten. Ja, dat is mooi. Zo, zag je dat? Ja. Hij stond bijna recht. Nog één. Voor de echte Pyromasters. Kijk, hij schiet alle kanten op. Knetterballen van de Aldi. Bij de Big Bazaar. We hebben het net gehad bij de Big Bazaar. Jullie hebben het gefotografeerd, zeg maar. Op beeld gezet. Ja, okay. Nou ja, we zijn nu aan het opruimen zelfs. Nou, dat vind ik heel netjes. Maar kijk, wij kregen een melding. Ja? Er zijn jongens die vuurwerk afsteken. Ja. En, ze zijn het al filmen, nou dat klopt dan wel. Ja. Alleen categorie 1 mag. Ja. Alleen, ja. Kijk, als het overlast is, dan moeten we. Alleen is het zo dat de melders, die weten vaak niet eens dat de categorie 1 bestaat. Dus dit was de video weer. Agent staat daar nog. En deze agent was heel chill, zoals ik net ook al zei. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik vond het heel gek dat je gewoon bij de Big Bazaar al die vuurwerk kan kopen. Dus ik ben benieuwd of het in jullie Big Bazaar ook is. Laat het achter hier in de reacties. En aanstaande zaterdag zijn wij dus in het Zuiderpark. Namelijk het skatepark. Skatepark Zuiderpark in Den Haag. Voor Stoken In aflevering 1. En komende zondag staat hij dus online. Kunnen jullie in die video al in de reacties laten weten in welke stad wij de week daarna heen moeten gaan. Dus ik zou zeggen, volg Pyroteam Delft op Instagram. Want daar is deze stad gekozen. En ja man, ik hoop dat jullie allemaal komen. Neem kat 1 mee. Niet meer. Alsjeblieft doe het niet. Want dan is gewoon het feest heel snel voorbij. Ik zie jullie weer bij de volgende video. En dat is komende zondag. Stoken In Den Haag.